Ik heb onlangs een hernieuwde versie gekregen, een geactualiseerde versie van Red de Kuip. 194 miljoen, alle aspecten bekeken. Daar zitten geen domme mensen bij. Dan ben je nog steeds aan het vernieuwbouwen, hè? Ja, vernieuwbouwen. Maar waarom kiest nou eigenlijk kiezen de meeste stadions voor nieuwbouw, Jan? Omdat de tijd achterhaalt zichzelf. Ik bedoel, het stadion van dit moment is natuurlijk in 37 gebouwd. En met alle respect, ik bedoel, het is nog steeds een fantastisch stadion. Maar zeg maar, de eisen zijn veranderd. Kijken naar de eisen van zowel de pers, maar ook van het publiek. Kijk naar mij, ik ben een lange man. Ik kan moeilijk in stoeltjes zitten. Je hebt gewoon de eisen van de tijd veranderen en dat betekent meer ruimte. Dus mijn optie zou zijn, laat die buitenkant, dat is toch de historie, laat dat keurig netjes overeind. En maak die binnenkant zodanig voor het stadion voor 2020. Ja, maar dat is Red de Kuip. Red de Kuip voldoet aan alle eisen van UEFA. Maar waarom zouden ze anders meekijken? Red de Kuip zegt dat ze dat in 2 jaar kunnen voor elkaar boksen. Ja. Aan alle eisen voldoend stadion. Noem je vernieuwbouw, renovatie, heel creatief. Al die stoeltjes die nodig zijn, al die veiligheidseisen die nodig zijn. En ga zo maar door. Geef ze een kans. En zoals gezegd, 194 staat in dat boek van Red de Kuip. Nou is er nog een andere variant, Jan Tielemans, dat je zegt, laten wij nou veel minder geld nemen en laten we nou de huidige Kuip een beetje opkalefateren. Ja. Ik heb wel eens een beroemde Amerikaanse architect horen zeggen, als je een oud hotel verbouwt, wat krijg je dan? Een oud verbouwd hotel. En zo is het met de Kuip dus ook. En nogmaals, er moet iets gebeuren. En ja, goed, ik ben een voorstander, kijkend naar de projecten die je om ons heen ook ziet. Kijk naar de nieuwe stadions die tegenwoordig er staan. Ja, dat zijn allemaal comfortabele stadions waar het huidige stadion Feyenoord niet aan kan voldoen, simpelweg omdat de constructie van een andere tijdslimiet is geweest. Mensen die tegen een nieuw stadion zijn, hebben zich hard laten horen. Respect voor de mannen van Red de Kuip. Maar allerlei onderzoeken wijzen dat de zwijgende meerderheid gewoon voor een nieuw stadion is. Ja. Dat is echt zo. Er is echt heel veel draagvlak voor. Alleen die anderen laten zich veel harder horen. Want het gaat ook om de herontwikkeling, de toekomst van een heel belangrijk stadsdeel Rotterdam-Zuid. En als je dat gaat herontwikkelen... Als je daar nieuwe plannen voor maakt, dan zou je natuurlijk die Kuip daarin gelijk moeten meenemen. Ja, dan kom je nog in de vernieuwbaar variant. Nogmaals, dat gaat ongelooflijk goed gebeuren. Degene die daar niet geloven, kijk naar het ministerie van Financiën. Dat was een bunker. En die is ongelooflijk opgeknapt. En die staat er echt nog 30, 40 jaar, begrijp je, als je daar in de Haag eens gaat kijken. Dus vernieuwbouw, renovatie. En nog heel even terug naar die verband van doe dan een kleine aanpassing, een relatief kleine aanpassing. Praat je nog over 50, 60, 70, 80 miljoen misschien. Totaal niet aan beginnen, is jouw tip? Nee, zou ik absoluut niet doen. En wat moet je wel doen? Nou ja, in mijn beleving nieuw bouwen. In mijn beleving dus vernieuwbouw. Ja. Dus voor die 194 miljoen die Red de Kuip heeft uitgerekend. Ga uit van ongeveer 200 miljoen. En dan nogmaals, dan krijg je alles in orde, naar de modernste maatstaven. En dan staat het over 50 jaar ook nog, begrijp je? Nee, maar ik zeg nieuwbouw, omdat ik ook kan aantonen dat zeg maar financierbaar is. Maar ik ga er niet de hele dag achter speuren natuurlijk. Ik ben geen Peter R. de Vries.